Yvonne, in de trein naar Groningen. Koffer mee, je gaat op reis. Een paar dagjes naar Groningen. Even shoppen voor de kerstdagen. Ah, doe je dat vaker? Shoppen niet altijd, maar ik zit wel veel in de trein, ja. Niet alleen de Arriva-trein, maar ook de NS-trein. Dus ik trein wel veel. Ik ben wel een openbaar vervoermens. Ja. En vandaag naar Groningen. Tot vrijdag. Doe je dat vaker? Zo er even lekker tussenuit? Ja. Is goed voor de mens, hè? Zo nu en dan even er tussenuit. Ik heb een afspraak met een nicht, die komt ook naar Groningen. En dan blijven we daar een paar dagen in een hotelletje. Ja. En dan de stad Groningen helemaal gaan ontdekken? Nou, gewoon zien wat we leuk vinden. We hoeven niks. Nee. En we zien hoe we terechtkomen. Ja, dat is wel lekker, hè? We hoeven niks. Dus dan lekker ook op de daluren gaan reizen, ja, en zo. Hè? Dat heb je als je gepensioneerd bent. Ja. Wat, als ik vragen mag, wat heeft u vroeger allemaal gedaan voor u met pensioen ging? Heel veel dingen, wat bestuurlijk en wat in de detailhandel gewerkt. Ja. Ja. Maar nu heeft u wel zoiets van, ik mis dat niet. Nou, nee, je groeit er naartoe. En ik heb nog genoeg andere dingen. Ja, ja. Ja, dat is goed om te horen, hè? Want je hoort het wel eens anders dat mensen thuiskomen en zich eigenlijk geen raad weten met hun vrije tijd. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee? Nee. Want u doet ook bewust dit soort dingetjes, lekker op reis. Ja, en gewoon andere dingen ook. Er is overal genoeg te doen. Dus ja, ik verveel me niet op het moment. Nee. Dus toen u met pensioen ging, had u zoiets van lekker? Prima. Ja. En dan nu Groningen, ja, wat gaat u als eerste doen? Koffie drinken. Ja? Ja. Want waar komt u vandaan als ik vraag? Ik kom van Leeuwarden. Van Leeuwarden. En mijn nicht komt van Utrecht. Dus we gaan straks allereerst lekker aan de koffie. Nou, een hele fijne dagen. Ja, dank u. In de trein naar Groningen, op weg naar? Ik ga eerst naar Zuidhoren en dan ga ik naar het Zernike campus. Dan, daar studeer ik. Oké. Okay. Wat ga je in Zuidhoren doen? Nou, daar stap ik uit en dan gaat de bus, die gaat sneller. Die is dan sneller bij Zernike dan als ik doorrijd naar Groningen Centraal, zeg maar. Ja. Hey, openbaar vervoer, bevalt dat? Nou ja, het was in het begin even wennen om iedere keer naar Groningen, want ik woon zelf in Leeuwarden. Dus dat is dan op het begin wel even wennen als je eerst op de middelbare school zat. Dat zat vlakbij. Maar tot nu toe, ja, het gaat steeds beter. Ja. Maar nu ben ik een beetje gewend geraakt, dus dan is het zeer te doen. Ja, dan denk ik van Groningen, Leeuwarden ook opleidingen zat. Klopt, maar deze opleiding niet die ik doe. Wat doe je, vraag ik dan? Facility management. Leg eens uit. Ja, eigenlijk is het facility management is eigenlijk alles dat ik jouw werk beter kan doen in een bedrijf. Oei. Dat is een korte samenvatting, maar beter kan ik het dus ook niet even uitleggen. Naast treinreizen en koffie drinken, maar dat doe je ook, zag ik. Nog hobby's, interesses? Ja, ik voetbal zelf. Ik studeer nu, dus ik heb wat minder tijd voor andere dingen. Maar ik ben wel van sporten. En in het weekend lust ik best een biertje, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Hey, wat hoop je met je studie te bereiken? Wat zou je heel graag willen gaan doen? Ik heb deze studie juist gekozen omdat het dan zo breed is, zodat ik later nog een beetje kan kijken wat ik eigenlijk wil gaan doen. Want ik ben er nog niet uit wat ik precies later voor een beroep zou willen doen. Nee. Maar goed, het stukje dienstverlening naar bedrijven, het beter maken, dat zit wel een beetje in jouw lijn. Dat zou me heel leuk lijken. Het zou me ook heel leuk lijken om een paar mensen te managen. Ja. Dat lijkt me leuk. Treinreizen, leren, hobby en in het weekend het biertje. Precies, dat is het. Dankjewel. Alsjeblieft.